We willen allemaal dat het geld van onze gemeente goed wordt besteed. Worden de gestelde doelen behaald? Handelt de gemeente volgens de regels? Zijn de uitgaven niet te hoog? Om dit te onderzoeken heeft elke gemeente een rekenkamer. Hoewel de naam rekenkamer misschien doet vermoeden dat ze vooral rekent, kijkt de rekenkamer veel breder. Ze onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid. Zo vormt de rekenkamer een soort hulptroep van de Raad. Met haar onderzoek voedt de rekenkamer de Raad met extra kennis. Daardoor kan de Raad haar kaderstellende en controlerende rol beter invullen. Het onderzoek van de rekenkamer houdt een spiegel voor over gevoerd beleid. En biedt kansen en aanbevelingen om beleid en uitvoering naar een hoger niveau te tillen. Hoe bepaalt de rekenkamer wat ze onderzoekt? Wat de rekenkamer precies onderzoekt, dat bepaalt ze zelf. Haar onafhankelijkheid is haar hoogste goed en is wettelijk vastgelegd. Maar de rekenkamer kijkt wat er speelt en legt haar oor te luisteren bij de Raad. Bijvoorbeeld door te overleggen met fracties, een klankbordgroep, het presidium of een andere afvaardiging van de Raad. Welke onderwerpen zijn actueel en mogelijk interessant om te onderzoeken? De Raad kan een rekenkamer ook vragen onderzoek te doen, de zogenaamde verzoekonderzoeken. Hoeveel onderzoeken de rekenkamer kan doen en hoe groot die onderzoeken zijn, hangt samen met het budget en de ambities van de Raad met de rekenkamer. De gemeenteraad stelt dat budget beschikbaar. Waarom is de rekenkamer zo belangrijk voor ons openbaar bestuur? In veel gemeenten staat de rol van volksvertegenwoordigers onder druk. Er zijn veel complexe dossiers en er is relatief weinig tijd beschikbaar. Raadsleden ervaren de rapporten van de rekenkamer als een belangrijke ondersteuning in hun werkzaamheden. Om onderwerpen echt goed uit te diepen, daardoor het inzicht te vergroten, de controlerende rol te versterken en om betere kaders te stellen voor beleid. Weten wat de rekenkamer in jouw gemeente doet? Neem eens een kijkje op de website van jouw rekenkamer.